Amy Roos de Bruin, een 21-jarige romantica in hart en nieren, ontdekte de liefde op de betoverende setting van het eerste seizoen van Wintervol Liefde. Haar hart werd veroverd door niemand minder dan Makelaar Saul, die zijn dagen doorbrengt op de idyllische Riederalp in Zwitserland. Nu, in het heden, delen deze twee verliefde zielen hun leven samen. Amy Roos deelt openhartig over haar romantische aard, ik ben dol op de liefde en kan compleet wegdromen bij films zoals The Notebook. Toen ik de oproep van Saal zag, dacht ik meteen, dit is gewoon een prins. Geïnspireerd door haar gevoelens besloot ze zich aan te melden voor het programma, ondanks het leeftijdsverschil van 9 jaar. Ik wilde weten of ik enige kans maakte, dus heb ik hem eerst op Instagram opgezocht. Toen begonnen we al een beetje te praten. Ik dacht gewoon, ik ga ervoor. Gevraagd naar haar verwachtingen over liefde vinden op TV, geeft Amy toe dat ze dacht dat er iets moois kon bloeien, maar ze ging er volledig blanco in. Mijn vrienden en familie zeiden, dit is hem, maar ik wilde gewoon zien hoe het zou lopen. De zenuwen verdwenen zodra ze Sauls kantoor in Zwitserland binnenstapte. Het voelde meteen alsof we elkaar al jaren kenden. Dat was echt bijzonder. Vanaf het eerste moment klikte het tussen Amy, Roos en Saul. Hoewel er later nog andere dames verschenen, hadden ze al tweeënhalve dag samen doorgebracht. Amy vertelt, we hadden tijd of camera en hadden elkaar al vrij goed leren kennen voordat de anderen kwamen. De aanwezigheid van concurrentie veroorzaakte af en toe wat jaloezie, maar Amy was vastbesloten haar doel na te streven. Sommige mensen noemden me Klemie Roos, maar ik kwam daar met een doel, lief te vinden. Nu, geruime tijd later, straalt Amy geluk uit als ze praat over haar relatie met Saul. We vullen elkaar echt aan. Ik ben druk, hij is rustig en kalm. Ik duik ergens in met het risico op falen, terwijl hij zegt: Amy, even rustig aan. We zijn beide familiemensen en het feit dat bij hem thuis altijd iedereen welkom is, spreekt me aan. Later hopen we samen onze eigen familie te stichten, besluit Amy Roos in een interview met Gracia.